Ik ben Maarten Sanders. Ik ben architect bij O3 Architecten uit Amsterdam. En wij zijn een paar jaar al betrokken bij de nieuwe huisvesting voor Winterwarm. Vanaf het begin aan was duidelijk dat Winterwarm een heel efficiënt en functioneel gebouw moest hebben om goed hun bedrijf te kunnen ontwikkelen. Maar juist inderdaad omdat die plek zo speciaal is, als een soort overgang van het Winterswijkse industriegedeelte naar een mooi buitengebied, moest hier dus extra aandacht aan besteed worden, want eigenlijk is de typologie van het gebouw van Winterwarm, het is gewoon een industrieel productiegebouw, iets wat je door heel Nederland overal ziet. Het is niet wat dat betreft een speciale functie. Maar heel veel mensen klagen juist over wat ze vaak de verdozing van Nederland noemen. Namelijk dat er overal hele functionele rechthoekige metalen dozen staan die heel erg veel invloed hebben over hoe het landschap eruit ziet. Nou, omdat dat landschap hier natuurlijk al heel bijzonder mooi is, wilden we voorkomen dat we zo'n kale gemiddelde doos neerzetten. Terwijl het functioneel gezien wel voor Winterwarm de beste oplossing zou zijn. Nou, dat hebben we opgelost om dat niet zo kaal en koud in de natuur te zetten, maar om daar een wat lager bouwdeel omheen te bouwen met allerlei ronde vormen die eerder een soort landschappelijk object zijn, die een beetje gecurved en gekromd door het landschap loopt en ook niet veel ramen bezit, waardoor het gebouw op een hele natuurlijke manier een beetje met dat groen meebeweegt. Wat ik nou heel leuk vind aan het gebouw is dat het een combinatie is van iets wat heel rationeel is en heel goed bruikbaar is in economische zin. En dat het toch ook wel weer een stapje verder gaat en probeert om niet alleen iets te zijn wat economisch nut heeft, maar ook iets te zijn wat een bijdrage levert aan zijn omgeving en aan hoe mensen zich in het gebouw kunnen voelen. Ik hoop dat het hoogtepunt nog gaat komen. Het hoogtepunt zal zijn straks als het project klaar is. Als iedereen er naartoe kan, mensen er allemaal een mening over hebben, maar de mensen er hopelijk wel allemaal over één ding eens zijn. En dat is dat het gebouw in ieder geval heel goed laat zien hoe je toch op een goede manier iets kan bebouwen zonder dat je de boel te veel verstoort. En iets fijns kan maken waar mensen met veel plezier kunnen gaan werken.